Welkom bij weer een nieuw lekker makkelijk en gezond recept. En vandaag het enige echte unicorn breakfast. Super gezond. Vegan? Ja, het is vegan. Allemaal groenten in je ontbijt, allemaal fruitjes en het is super snel. Oké, superleuk. Vind ik zelf. Wat heb je nodig? 360 ml kokosmelk, maar je gaat het verwarmen, dus misschien een beetje meer. Agar agar, dat is een soort wier. Heel gezond. En echt waar, ik heb een tijdje geen honger gehad. 80 gram pompoen. 1 banana. This shit is bananas. 1/4 theelepel met spirulina. Wat kokosrasp, als je daar zin in hebt. 1/2 limoen. En 1/2 rooibiet. Mega gezond. 1 mango. We zijn bijna klaar, rustig maar. Pumpkin spice. En blauwe druiven. Oké. Strakjes gaan we de agar-agar verwarmen, maar dat gaat echt mega snel binden en dan kan je er helemaal niks meer mee, een soort lijm. Dus we gaan eerst alles een beetje preppen. We hebben al de pompoen en we hebben de rode biet hebben we al gesneden. Nu gaan we de mango snijden. Is dat zo raar als ik dat zo doe? Ik kan het eruit knippen, want niemand zit erop te wachten dat ik een mango aan het snijden ben. Alert, mango is gesneden en die kun je bij de rode biet gooien. Oh, dat is trouwens echt een hele grote mango. Dan gaan we een halve limoen. We gaan een halve limoen raspen. Maar als je hem al door het midden gaat snijden, dan is dat echt nog verschrikkelijker om te doen dan normaal. Dus we laten hem heel eventjes heel. Want ik bedoel, echt niemand zit erop te wachten dat hij een limoen moet raspen. Zo, dat is wel genoeg. We snijden door het midden. Ik hoorde dat de spirulina even weg moet halen. En we knijpen hem uit. Je kan natuurlijk ook gewoon met zo'n persje doen. Die hebben we niet. Ik had dus vorige week echt serieus een limoen in mijn oog. Maar dat doet heel veel pijn. Oké, wat zei ik? 360 milliliter. We moeten straks nog wel een klein beetje erbij doen. Maar dat kun je zo meteen doen. Oké. In een pannetje. Daar doe je 3 eetlepels agar-agar bij. Oh. Oké. En dan gaan we hem dus verwarmen. Maar dan moet je dus serieus even geduld hebben. We gaan de kokosmelk helemaal opwarmen. Want anders dan gaat de agar-agar niet smelten. En dat duurt denk ik wel echt 5 minuten. Banen. Oké, de melk is nog niet warm. Nee. Zo, heb jij wat leuks gedaan vandaag? Ja. Hij kookt. Oh. Lager. Oké, als die kookt, dan kun je hem gewoon laag zetten en dan steeds blijven rollen. Bijna. Ik zie nog hele kleine dingetjes. Je kunt trouwens ook agar-agar poeder gebruiken. Dat is makkelijker, maar dat hebben ze hier niet. Dus ik heb vlokken. Dus dat duurt gewoon net wat langer. Met poeder was je echt al lang klaar geweest. Dus kook lekker poeder. Ik denk dat hij zo klaar is. We doen hem uit. Dan doen we dit weer. Dit weer hierin. En dan moet het dus 360 milliliter zijn. Dit is natuurlijk een beetje verdampt, dus we doen er een klein beetje bij. Ja. Oké, top. We hebben 360 milliliter, dames en heren. Dan gooien we het in de blender. Oké, we hebben dus 4 smaken. 360 milliliter, even meerekenen. We hebben dus 90 milliliter per smaak nodig van de kokosmelk. Oh jongens, het wordt echt helemaal het einde. Gooien in een blender. De eerste smaak wordt oranje. Doen we de pompoen erbij. En 1/2 banaan. Helemaal gezellig. Oké, grapje. Dit is dus het hakapparaat. We hebben even de blender nodig. Lepels weer afwassen, hè? Top. Sst. Onze eerste smaak is klaar. Dat is namelijk de oranje. Die doen we in een bekertje. Oké, ik heb de blender afgespoeld. En we gaan de volgende smaak doen. Dat is weer 90 ml kokosmelk. Dat wordt bijna makkelijk. De rest van je banaan. Oh, dat wordt helemaal amazing bread. Dan doe je er de limoensap bij die je net hebt gemaakt met de rasp. Dan wat kokosschaafsel, als je daar zin in hebt en anders doe je dat lekker niet. En dan 1/4 spirulina, mega gezond. Daarom is het ook zo groen. Groene dingen zijn altijd heel gezond. There you go. En je volgende smaak is al klaar. Heel gezellig. En we gaan hem er even afspoelen. Volgende smaak. Dat is de mango met de rode biet die je net hebt gemaakt. Jij ook. Daar doe je pumpkin spice bij. Mega super duper lekker natuurlijk. Van die pumpkin spice doe je 1 eetlepel. Zo, lekker. En 90 milliliter kokosmelk weer. Met agar agar size.
Mega nice. And there you go. En je volgende smaak is al klaar. Oké, laatste smaak. De pink one. Doe daar de rest van de kokosmelk bij. En dan een grote hand druiven. Oeh. En je laatste smaak is klaar. Moet je kijken. Je unicorn breakfast is klaar. En nu gaan we dit in de koelkast zetten. En het is echt super snel opgestijfd. Dus ik heb gedacht, ik ga het nu een kokosnoot serveren. Dat wordt natuurlijk één groot drama, dus ik ga het even proberen. Maar zet jij ze in ieder geval lekker even in de koelkast. En ga wat voor jezelf doen. Slapen en dan kan je het morgen zo'n ontbijt eten. Want het is een unicorn breakfast. Je kan het niet als lunch eten. Oh my god! En vergeet niet te subscriben, want anders dan sta ik hier op de straat voor lul met twee kokosnoten in mijn handen. Helemaal voor niks. En daar heeft niemand zin in. Dus subscriben voor allemaal gezonde, makkelijke en snelle recepten. Sorry, ik ben weer wat vergeten. Er is namelijk echt nog geen video voorbij gegaan dat ik niks ben vergeten. Maar ik moet nog zeggen dat dit super lekker is met havermout, nootjes, granola en al die gezonde dingen. Oké, doei.